asfalt wagen. De hele straat een beetje lelijk. Ja. Wallah, ik ben sujoeg aan het snijden, sujoeg. Het is een versmerig koep, man. Half drie 's middags op een zaterdag staan wij nog steeds te kutten. Voor die paar rotzetten. Ben jij gek? Oh ja, joh. Kijk eens. Laat het even zien dan. Oké, komt ie. Ja, gaan we nog wat doen of niet? Gaan we wat doen? God, voor om 7:30, joh. Denk alleen als het licht is. Hier staat bij licht. Waarom heb je die laser nog niet opgezet? Hey. Wat een laser. Best wat een laser. Oh ja, niet gezien. Matthias. Fayon. Thanks, man. Je hebt mijn leven veranderd. Ik maakte muziek, maar ik deelde ook altijd alleen muziek. Maar humor vind ik ook heel leuk. En dat heb ik nooit gedeeld met mensen. En ja, dat heb je toch wel eigenlijk een beetje unlocked bij me. En daar wil ik je voor bedanken, man, bro. Want ik denk dat ik zonder jou misschien nog een hele lange tijd niet echt zo chill of good vibes kon geven aan de mensen. En zo naar jou, bro. Hallo, hallo, hallo. Goedemorgen, morgen. Grote baas, vriend. Dit is een asfaltklusje. Ja, hier. Klein stukje asfalt wagen. De hele straat een beetje lelijk. Ja. Maar ja, het is maandag zagen. Wat is het probleem? Vandaag donderdag. Wanneer? Klaarmaken. Heel veel mensen zijn boos, ja. Ik een paar keer uitvoerder bellen, e-mail sturen, maar ja, iedereen druk. Ja, ik denk dat we vrijdag moet klaarmaken. Ik een beetje extra geld betalen en moet, maar niet veel vierkante meter, maar ja. Ja, ik bel en ik kom goed, alles komt goed. Ja, is goed, bedankt. Oké, ik bel terug. Doei. Gooi die dansie dan. Hey, wordt hele loopgraaf hier, oh, joh. Jij denkt dat die vader van je komt? Jij denkt dat die Russen komen of zo? Ja, dekking. Ben je nou de hele tijd aan het filmen? Nee, nu pas. Nee, maar ik ben heel trots op jullie, jongens. Ja, vind je? Blij dat er gasten zoals jullie zijn. De meeste van gasten van u die worden nu wakker. Gaan ze eerst naar hun OnlyFans-account, naar een van de gaan wijs kijken. En daarna kijken ze op hun crypto. En dan zien ze nog steeds niet dat ze rijk zijn geworden en hebben jullie al jullie zakken gevuld. Janken. Op dit moment kan ik wel janken.
Hoezo? Niet helemaal niet. Heeft een gevoel. En dan? Ja. Ja, ik ben trots op jullie jongens. Als je daar weer aan begint, joh. Ja? Deze is wel leuk hoor. Zutje. Oh ja joh. Kijk eens. Laat eens even zien dan. Nou nou. Jij mag al langs. Mooi pakje aan. Kom maar. Doe maar. Ik ben niet op dit. Ben je blom in beeld? Dat ken je niet. Geloof niet meer. Zet je op Tinder? Nee. Hé jongens, vrijgezel jongen, of, jongens en meiden? Hé, hey, meiden toch? Alleen meiden. En deze jongen ook. Ja. Je kan kiezen. Deze jongen ook, denk ik. Heb jij een vriendin? Zeg maar. Echt? Hij is trouwe jongen. Hij doet heel stoer hier ook. Naomi. Hoe heet de vrouw van Poetin dan? Ja, je moet er ook tevreden houden, want je vindt Babushka. Babushka. Staat er niet goed voor. Ik ben eigenlijk wel benieuwd. Maar ik zou godverdomme die pas op wat je zegt, hè. Die, hoe heet die... En niet meer godspotten. Die Wim Beelen, die heeft ook goed voor me gehouden. Wie? Wim Beelen. Beelen? Van Beelen Sloopwerk, hè. Die gaat nou met Sylvia de Meijs. Wie? Sylvie Meijs, ex van voetballer. Huh? Later. Die voor de review, kijk eens. Laat even wat zien, Stijn. Ja, ik elke dag hetzelfde. Ik kan 3 keer filmen, maar... Hoezo? Nee, kijk, het is weer anders. Laat maar even zien. Het is elke dag hetzelfde. Jij komt een beetje weinig... We hebben klachten gehad dat jij weinig in beeld komt. Nee, dat snap ik. Kijk eens, laat maar even zien. Dit. Appeltje. Deze wil ook wel een sponsor voor je. Cashewnootjes. Cashewnootjes. Kijk eens. Eetjes. Kijk eens. Mooi hoor. Mooi ding. Even food review. Chris gaat food review. Jij? Uibrood. Met kaas. Lekker man. Ja, lekker die uibergeur. Die uibergeur. Hij heeft wel Russisch bij zich. Ruim, doe even Google Translate aan voor kleine Poetin. Hij verstaat het anders niet. Kijk. Russische kwark. Russische? Oh, Turkse. Merhaba. Wat een niveau. Wist je eigenlijk dat je een banaan moet openen, andersom? Wat dan? Een aap houdt hem ook zo vast. Dus jij bent net zo slim als een aap? Ja. Zo simpel. Oproep. Boeken! Nee, hier zie je. Lekker hoor, alles gaat goed. Wat zit je te doen hoor? Voilà, ik ben sujoek aan het snijden, sujoek. Wat ga je maken? Ik ga lekker eitje bakken. Met sujoek, tomaat, je weet, zout, peper. Aha. Ah, chef kook. Masterchef, je weet. Aha. Volgend jaar doe ik mee met Masterchef Turkije. Voilà. Sujoek met ei maken. Elke dag sujoek ei maken. Kijk, groep. Hey Joska. Ik heb nog wat te zeggen voor de kijkers. Goedemorgen jongens. Kijk, wat je actie. Vreemdjes erin. Ja, weet je, er was ooit een tijd dat ik ook doodongelukkig was. Dat ik in mijn kamertje zat, achter mijn computer. Een beetje comments te geven op YouTube. Ja, hè? En dat mijn enige vrouw in mijn leven die van me houdt, dat was mijn moeder. Ja, ja. Echt zo'n jochie op in zijn rukbunker. Ja, zat ik in mijn rukbunker. Was ook een leuke tijd. Je was wel ongelukkig. Ja, dat snap ik, ja. Alleen maar commentaar op anderen op YouTube geven. Dan ben je toch een lul van een vent. Toen bedacht ik me in één keer, laat ik nou eens gelukkig worden. Laat ik nou straten maken worden. Iets nuttigs gaan doen. En tegenwoordig kan alles, hè. Je kan zelf tegenwoordig met een vliegtuig trouwen. Als je echt gelukkig wil worden. Dus ook voor die jongens die een beetje commentaren op YouTube, hè, achter hun pc de hele dag op andere mensen. Ook voor hun is het geluk, hoor. In een vliegtuig, een man of een vrouw. Je mag kiezen tegenwoordig, hè. Ja. Ik snap het, hoor. Ik snap het. Als de enige vrouw die van je houdt en je moeder is, dan snap ik het ook wel. Dan krijg je weinig effect. Dan ben je gewoon boos op de wereld, hè. Dan ben je boos op de wereld. Ja, dat snap ik. Maar ook voor jou is het geluk weggelegd. Meld je aan bij Fillon Wegenbouw, kom straten, hebben wij wel een plekje voor jou. En misschien heb jij binnenkort ook wel een kerel, een vrouw, een vliegtuig voor jezelf, hè? Of niet? Of een luxe broodtrommel. Of een luxe broodtrommel. Nou, het moet allemaal af vandaag, hè, op skieten, jong. Hoi.
30k in de dash. Blank op een prik voor mijn flex. Twee bitches in de bag, ziet een met een dikke ass. Scheme op die mofo dealers met die dikke stacks. Mijn guns doen red the dead, mijn boys red die attack. 30k in de dash. Blank op een prik voor mijn flex. Twee bitches in de bag, ziet een met een dikke ass. Scheme op die mofo dealers met die dikke stacks. Mijn guns doen red the dead, mijn boys red die attack. Ben de big boss, roam niet meer op de streets. Twee barkie laat je ass hoepen door een swiffa op een fiets. BP niets voor niets, uit die donkere steeg. Kom uit het niets, je weet dat ik veeg. Geef me een bitch, een appartement en een fucking 9. Ottoman, real lone wolf with guts. Laat je zweten door mijn manier van aanpak. Zijn mannen aan het eten, als ik wil kier ik elke vrouwtje zonder te daten. Elke luxe waar je op hebt gemunt is in mijn bezit. Jij hebt gegokt op zwart, ik heb gegokt op wit. Om het verhaal recht te trekken, ik ben Sint. Jij bent Piet in mijn wereld, mijn spelletje. Speel ik nooit kiet. Hou niet van partners waar ik mijn zaken mee moet bespreken. Want ik blees je hoofd, al kom je fokken met die vieze streken. Error broer, doe niemand wat aan zolang je me met rust laat. Mijn spray raakt je niet zolang je uit mijn vizier staat. 30k in de dash. Slank op een prik voor mijn flex. Twee bitches in de bag, ziet een met een dikke ass. Scheme op die mofo dealers met die dikke stacks. Mijn guns doen red the dead, mijn boys red die attack. 30k in de dash. Blank op een prik voor mijn flex. Twee bitches in de bag, ziet een met een dikke ass. Scheme op die mofo dealers met die dikke stacks. Mijn guns doen red the dead, mijn boys red die attack. In de whip, rijd de rondjes in de nacht. Kan dat niet. Wie? Alles goed? Ja, ik kon rijden ook, maar een klein beetje hoofdpijn, maar komt goed. 15 man andere klus, een beetje door. Ik denk het wel deze week het klaarmaken, maar ik nu andere klus kijken vandaag. De grote park hier vak, 5000 vierkante meter, ja. Maar het volgende keer toch? Niet nu. Ja, is goed. Maar vandaag vrij. Ik heb afspraak, ja, vandaag massage. De dokter praat en je een beetje rustig werkt. Rustig. Heel veel probleem, ja. Druk. Even kijken, kijk, zie. Oei. Probleem. Ja, ik ben hier, zie. Nou ja, de massage, ja, perfect. Nou ja, komt goed. Ik prachtig weer, 26 graag, prachtig weer, ja, dankjewel. En kijk, de elektrische kabel, hè? Zie je? Een Nederlandse professional, alles de grond, ja. Maar hier echt lelijk, man, ja. Daarom hier, kijk eens, ja. Daarom hier heel veel asfalt, ja. Ik nu controle maken de andere klus, ja. Asfalt en dan vandaag vrij, ja. Is goed. Bedankt. Ja, is goed. Oké. Okay. Bedankt, werkzaam man. Iedereen groetjes. Doei. Denk erom hoor. Ben me eruit. Komt wel goed, joh. Komt altijd goed, hè? Altijd goed geleid. Goed, wat een beest, jongen. Kijk, regen, ze staan er gewoon. Huh? Geen kick geven ze. Maar je moet nu wel reddingsvest aan, hè? Ja, dat is wel. Reddingsvest, redvest. Redvest. Pas op hoor. Draai die mensen aan. Doe dat dingetje even. A few moments later. Voel er iets met Poetin. Rot op man. Wat heb je mee? Laat even zien wat je mee hebt. Wil je mij eens even met rust laten? Dit is ook lekker hoor. Wat is dat? Dat is van de Aldi tegenwoordig. Je hebt toch kip... Kip samba. Ik ruik naar hot wings. Je hebt kip samba en dus kip bamba. Dat is tien keer lekkerder. Bamba. Goeie tip. Nou, wat heb jij mee? Laat nou even zien. Gewoon brood, ja. Wit brood. Kijk. En een pot. Pot. Deze. Oké. Okay. Deze ook bij me. Deze. Altijd makkelijk. Wat is dat? Als je hoofdpijn krijgt. Als je hoofdpijn hebt. Oké, ontteken. Ja. Hè? Nou mooi, eet smakelijk. Rust, man. Ja, dankjewel. Maar nog goed doen.
Wat zit er maar? Wat lijkt, weet niet. Al beweegt er iets, is het gewoon een grote spin. Laat eens even checken. Dat! Zijn we weer, klote Amsterdam, nog steeds op dezelfde klus. Fucked up. Back off. Hele dag met de hand uitbreken aan mijn nap. Ik heb niks gezegd. Op de naam van Allah. Wallah. En ik krijg klappen daar zo. Houd gewoon niet op, jongens. Kijk eens. Bultje stenen. Ik zal even omdraaien. Kijk eens. Grote shovel. Een bakbeest. Even die stenen trommel hoor. Ze zijn echt smerig, jongen. Niet normaal. Sorry voor mijn kutstem trouwens. Ik zal een beetje proberen om mijn stem te veranderen. Kijk, daar gaat hij hoor. Even trommelen. Oh, wat mooi zeg. Even kijken wat het vuil eraf komt. Fantastisch. Hier doen we het nou voor. Dit is het mooiste wat er is. Half drie 's middags. Op een zaterdag staan wij nog steeds te kutten. Voor die paar rotzetten. Ben jij gek? Ik erom, ik ben erin. Met de kutstem. Later! Heb je dat, ja? Ja. Fishing, hè? Vandaag vrij. Klein beetje fishing. Pantos. Echt mooi water. Werks, hè? Vakantie. Vakantie. Eindelijk beetje vissen. Nog een keer alsjeblieft. Eindelijk beetje vissen. Ja, dat is lekker. Momento. Ja, ja. Ja. Zit erin? Zit erin, hè? Pandi. Dat was bij jou, hè? Daar binnen. Hoppakee. Nou, goed zo. Food review met Chrissy. Hongaars food review. Lekker. Maar die karpervoer. Ook lekker. Ook lekker karper. Mijn vrienden, karper, hè? Lekkere food review. Iets makkelijk. Lekker allemaal. Ja, dat is Hongaars, hè? Ja. Even kijken, jij t-shirtje? Chrissy, goed review. Mooi hoor, iets smakelijk. Chrissy, lekker allemaal. Doei. Doei. Ügyesek vagytok, drágám. Gratulálok, hé? Kárper. Hard comments van de week. Goedemorgen, welkom bij Haatcomments van de Week. De eerste van Larsino 2000. Dit is gewoon hersenloos. Dit is wat je doet als je 10 tot 15 jaar lui was en geen zin had om te studeren. Het is dit of hamburgers draaien. Larsino, grote mijlhouwen, moet je een keer dagje meedraaien met papi. Ik denk dat jij echt niet weet wat hier allemaal gebeurt. Volgende. Wat van Richard Terpstra. Wat een treurnis dit.
als dit onder onze aannemer, als dit onze onderaannemer was, dan gingen ze vandaag nog de laan uit. Richard Terpstra, weet ik even dat je wat bent, mag blij zijn dat wij komen. Jij zou gewoon eigenlijk ons extra moeten betalen als wij willen komen. Denk erom hoor. Hier weer Larsino 2000. Hij reageert ook niet anders hier. Sommige mensen hebben wel wat gemaakt van hun leven. De mensheid viert geen middelmatige prestaties. En dat gaan we vandaag ook niet doen. Larsino, ga gewoon een keertje mee. Want je doet heel erg stoer vanaf die scherm vandaag. Hier de laatste. Van Lemmenhezen 81. Ik schat dat hij 24 jaar oud is. Binnen 3 jaar mag hij op ziektepensioen. En dat allemaal voor zijn baasje. Ik weet niet wat jij allemaal denkt, jongen, maar wij zijn niet van, noem je dat, van suiker. Het zijn allemaal beesten hier, allemaal strijders. Smakelijk. Zit voor smerige koepel. Kan je niet maken, nu moet je het opeten. Moet opeten nou. Is dat erg dan? Zeg maar even wat leuks voor de kijkers. Ze vinden dat jij een kutstem hebt. Ja, weet ik. Heb ik ook. Ik vind het ook niet leuk om mezelf terug te horen. Maar ja, goed hè. Je hebt wel eens wat. Denk erom hoor. Denk erom. Gaan we die tegenstander inleggen? Ja. Bleed is daar de cameraman. Hij gaat ons even filmen. Kijk, film jij maar even dan hoe wij dit doen. Hij zat er weer ijs te eten, maar leg je ijs hem even neer. Gaan we gewoon vast doorfilmen. Kijk, laten we even zien hoe we dat doen hè. Denk erom. Denk erom hoor, ik ben er een. Kutstem. Wat een kutstem heb die gozer zeg. Oh. Al wat erg. Oh, wat erg. Afrekenen en nooit meer terugkomen. Bellen ze voor garantie zijn op vakantie. Pakketje binnen vandaag. Voor Chrissy Fayon. Kijk eens. Eindelijk zijn petje binnen. Voor Chrissy. Hey. Bedankt jongens. Bedankt voor de Amazon wishlist. Zal hij heel blij mee zijn. Kijk, Chrissy. Bedankt voor het kijken. Video. Liken. Bedankt. Tot de volgende keer. Ik ga. Doei!